Een van de mooiste plekjes in Harderwijk is de scheepshelling Veluvia, waar tegenwoordig het restaurant Jay Brochard is gevestigd. Een plaats die een lange geschiedenis kent. Die nemen we even met u door, zonder te vergeten van wat er nu gebeurt. De eerste activiteiten op de scheepshelling Veluvia dateren van rondom 1700. Jan Hendrik Benedictus krijgt dan in 1768 toestemming om een helling te stichten. In 1901, een stuk verder dus, nam ene Johan Oost de werf over en knapte de helling op. De in verval geraakte scheepshelling kreeg zo een tweede leven. De familie Oost doopte de werf in die tijd om tot Veluvia, de naam die de helling tegenwoordig nog steeds draagt. Het lukte Oost om de werf en de bijbehorende helling nieuw allure te geven. Desondanks viel de boel in de tweede helft van de vorige eeuw toch weer stil, onder andere door de afsluiting van de Zuiderzee. In 1975 wisselde de werf van eigenaar. De werf kwam in het bezit van Dirk Roelofsen. Een van zijn eerste wapenfeiten was het in ere herstellen van de helling. In 1981 werd de eerste botter weer op de helling gelierd. Sinds 2003 zijn Reijer en Jacolien Roelofsen eigenaar van de werf en de helling. Zij gingen door waar vader Dirk was opgehouden. Er volgden meer renovaties. Zo werd de oude smederij in 2004 in ere hersteld. Deze was in 1911 gebouwd door Jan Oost. Sinds enige tijd wordt de scheepshelling uitgebaard door Koos en Esther Brochard. Koos Brochard over de historie van de scheepshelling en wat er tegenwoordig is te doen. En dat is heel veel. Ja, ik zeg altijd dat dit een vergeten parel is. En dan bedoel ik 1900 was dit al een werf met heel veel klanditie en actie in het werk. En op dit moment zie je dat het gewoon een heerlijke rustige of een oase van rust is. Waarbij ik denk dat, en daarom noem ik het ook een onontdekte parel, dat het gewoon voor heel veel mensen nog een onbekend stukje is. Het is de historische havenkwartier, zo noemen we dat, met de visafslag en de molen en de botterloods en bottermuseum en dan Jay Brochard en de smederij. Maar zoals je ziet, het is fantastisch rustig in tegenstelling tot wat er in het centrum en op de boulevard gebeurt. En dat wordt zo natuurlijk wel weer anders. Maar wij vinden het een fantastische plek waar we met heel veel plezier elke dag ons werk verrichten. Het is ook een plek met honderden jaren historie, hè? Honderden jaren historie van een familie Oost die door pa en ma van Urk werden gestuurd om hier in Harderwijk een werf op te richten. Die werf hebben zij Veluvia genoemd. En tot eigenlijk 2018 was Veluvia het restaurant, evenementen en rondvaarten. En nu is Veluvia in de winkel achteraan het terrein wederom aanwezig. Met de naam Veluvia en met rondvaartsloepen en met de Jacoba, een mooie salonboot uit 1925. En in de winkel maritieme kleding en onze wijnen en onze gerechten die je daar zo kunt kopen. Dus ja, al heel lang. Nu bijna 121 jaar.